nieuwsuitzending van NH Airtime. Eind dit jaar zou het moeten gebeuren. De eerste vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. Of gaat er toch nog een dikke streep door de plannen? Dit is Lelystad Airport. Als het aan Schiphol en de minister van Infrastructuur ligt, wordt dit dé vakantieluchthaven van Nederland. Charlie, request startup. Copy, startup is approved, 05. Whether Romeo correct to the QNH, 1020. Taxi 1.2 Sierra 5005. Lelystad Airport is tot nu toe het domein van sportvliegers en vliegscholen. 15 jaar geleden haalde ik er zelf mijn vliegbrevet. Het plan om Lelystad om te bouwen tot vakantievliegveld gaat ook al jaren terug. Omdat de grenzen van de groei op Schiphol in zicht kwamen, werd er bedacht om de vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad. Op Schiphol zou dan meer ruimte komen voor vluchten met passagiers die hier overstappen en waar veel geld aan verdiend kan worden, was het idee. Het kabinet pompte honderden miljoenen euro's in het verlengen van de baan en het bouwen van een terminal en hoge verkeerstoren. Die miljoenen zijn ook gestoken in het veranderen van de regels. Er werken nu luchtverkeersleiders. Een vliegveld met Boeings en Airbussen kan niet zonder verkeersleiding. Maar omdat die vliegtuigen er nog niet zijn, geven ze dus alleen instructies aan de sportvliegers. Dan kan iedereen alvast wennen, is de gedachte. Papa, Fox for Charlie, nummer 05, clear take-off. De wind van te zullen wordt voorgebracht, departure. Bravo, departure, cleared for take-off, 05, Papa, Fox for Charlie. Naar, van of in de buurt van Lelystad Airport vliegen kan je inmiddels vergelijken met vliegen op Schiphol. Maar dan in het klein. Alles moet met toestemming van de verkeersleider en wie een rondje wil vliegen moet tegenwoordig meer regels volgen. Maar of die passagiersvliegtuigen vanaf het najaar er echt zullen komen is heel onzeker. Het verzet van een deel van de omwonenden in de ruime omgeving is groot. Ze zijn bang voor overlast van lawaai, uitstoot en stikstof. Maar ook waar het uiteindelijke besluit gaat vallen, in Politiek Den Haag, ziet lang niet iedereen meer het nut in van vakantieluchthaven Lelystad. En zo vol is Schiphol door de coronacrisis voorlopig niet meer. Het demissionaire kabinet gaat die knoop in elk geval niet meer doorhakken. Op het YouTube-kanaal van NH Airtime vind je langere uploads, livestreams en alle voorgaande uitzendingen. Zoals deze, gefilmd in een Californisch stadje, waar de inwoners een vliegtuig voor de deur hebben staan. Wie een stukje wil gaan vliegen, hoeft alleen maar naar de startbaan in de stad zelf te taxiën. Als je dan toch op het YouTube-kanaal bent, vergeet niet te abonneren. Via nhairtime.nl kom je er vanzelf.